We staan hier bij de Weijersterbrug, een stukje vanaf Weijer Den Hoorn, eigenlijk tussen Weijer Den Hoorn en Warfhuizen. Het is een brug die eigenlijk wel zo karakteristiek is in dit landschap, dat iedereen graag wilde dat die behouden blijft in die vorm. Maar hij is niet meer sterk genoeg, hij is behoorlijk aangetast. En omdat hij niet meer sterk genoeg is, moet er iets aan gebeuren. Het is een onderdeel van het project van het waterschap Noorderzijlvest. Dat heet programmering bruggen. En dan van 2019 tot 2023, dus over 4 jaar. Het waterschap heeft hier een bouwteam voor in het leven geroepen. Het bouwteam bestaat uit de opdrachtgever, het waterschap dus. Een aannemerscombinatie, Oostrof Holman en Structon. En een adviesbureau, en dat is Royal Haskoning DAV. En dat bouwteam dat gaat de 17 bruggen die in deze programmering zitten, allemaal langs, verzint oplossingen om ze te versterken. Er zijn een paar die moeten zelfs gewoon helemaal vervangen worden. De betekenis voor het herstel van de brug is voor ons van belang, omdat het betekent een betere ontsluiting voor ons bedrijf. Nu zijn we genoodzaakt om al het verkeer via Warfhuizen te laten komen, omdat die brug dus niet, het qua draagkracht niet aankomt. En nu ze hem dan gaan meenemen in het geheel van de herstel van al die bruggen, zijn we er wel heel blij mee, waardoor Warfhuizen ontlast wordt, dat daar geen zwaar vrachtverkeer meer langs hoeft te komen. Dat kan voortaan allemaal via deze brug komen. De manier waarop we hem aanpakken is dat we toch zoveel mogelijk bewaren van wat er nog goed aan deze brug is. En dat is eigenlijk wel de eerste stap die je in circulair bouwen zet. Het voorkomen van bouwactiviteiten doen we hier door de wandliggers, de leuningen van de oude brug te sparen en opnieuw te gebruiken. Die knopen we weer vast aan een nieuwe constructie, gaan hem versterken. Maar wel op zo'n manier dat die beeldkwaliteit, zoals dat dan zo mooi heet, bewaard blijft.